Wat is een milieuvergunning? Brussel. 1 miljoen inwoners en een overvloed aan recreatieve en professionele activiteiten. Maar elke nieuwe activiteit kan een bron van overlast worden. Voor sommige activiteiten hebt u vooraf een milieuvergunning nodig met te respecteren normen en met uit te voeren goede praktijken om overlast te minimaliseren. Een milieuvergunning, wat is dat? Dit is een vergunning om een installatie te gebruiken of een activiteit uit te voeren die in de lijst staat met wettelijk vastgelegde geclasseerde installaties of activiteiten. Deze geclasseerde installaties variëren van verbrandingsovens over ventilatoren en verwarmingsketels tot opslagplaatsen voor afval. Heeft u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijf? Raadpleeg de lijst op de website van Leefmilieu Brussel. U ontdekt er meteen welke vergunningscategorie voor u van toepassing is. Waar dient een vergunning concreet voor? De vergunning bewaakt het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van iedereen, alsook het respect voor de natuur. Wat zijn voorbeelden van de belangrijke rol van de milieuvergunning? Het lawaai van een grote koelinstallatie op een binnenplaats verhindert de bewoners de slaap te vatten. Een milieuvergunning zal deze overlast beperken door de eigenaar te verplichten een akoestisch scherm rond de installatie te plaatsen. Een grote parking pal in het stadscentrum? De verplichte milieuvergunning eist dat de uitlaatgassen worden behandeld en dat zachte mobiliteit wordt aangemoedigd om de impact op het leefmilieu te verkleinen in de wijk. De milieuvergunning kan ook een energieaudit opleggen om een onderneming te helpen om zijn energieverbruik te verminderen. En als economische activiteiten gevaarlijke producten gebruiken? Dan zal de milieuvergunning hen verplichten ze te bewaren in een lekdichte bak, om zo elk lek en elk risico op vervuiling te verhinderen. Milieuvergunningen zijn belangrijk voor ons allemaal. Je kan de reeds verkregen of in aanvraag zijnde milieuvergunningen bekijken op een kaart van het Brussels Gewest. U vindt deze kaart en alle gewenste informatie op de website van Leefmilieu Brussel.